Ik ben Wim Hof, de IJsman. Allerlei records in het ijs enzovoorts, maar nu gaan jullie in de kou. Samenwerking Inner Fire, dat is mijn bedrijf, dat gaat samenwerken met Strong Vikings. En we hebben samen dit parcours, ja, dit gedeelte van het parcours, dat is de Iceman Obstacle. Ja, echt koud, maar dat kunnen jullie aan. En wel op een verantwoorde manier. En dat wil ik heel even gaan uitleggen. Zodra je daar aankomt, neem dan in acht dat je ontspanning intreedt. Ontspanning is nodig opdat er zuurstof in het lichaam kan komen. Dus zodra je begint met het lopen voordat je het obstakel ingaat, de Iceman obstakel, ga dan rustig lopen zodat er zuurstof in je lichaam kan terechtkomen. En dat houdt die kou heel goed tegen. Als je too excited bent, te gespannen, dan komt er geen zuurstof naar binnen en dan ga je het koud krijgen. Maar je hoeft het niet koud te krijgen door ontspannen, heel veel zuurstof te verzamelen in jezelf. Zodra je dan komt bij het obstakel zelf, dan zal je eerst 70 centimeter het water ingaan. Dan weet het lichaam per direct met de hoeveelheid verzamelde zuurstof van tevoren precies wat het doen moet. Namelijk aanpassen aan die kou. Dus waardoor de adrenaline vanzelf in de bloedbaan gaat komen en een hele hoop andere stoffen, je niet druk over te maken. Je gaat gewoon rustig laten aanpassen in dat koude water. Dan ga je langzaam naar die balustrade toe, naar dat obstakel. Je neemt rustig dat in je op, terwijl je zit te lopen daar naartoe. Dan... En dan ga je eronder door. En dan ga je eruit als herboren. Want die kou die zal veroorzaken dat er een dieper gevoel in jezelf gaat ontstaan. Appeltje eitje, jij kan het. Strong Vikings, samenwerking Inner Fire. Wim Hof, dankjewel. Hoera!